Het is weer hoog water in de provincie. Maar de overlast is beperkt en de volgelopen uiterwaarden leveren vooral mooie plaatjes op. Goedenavond. De provincie overweegt Scherpenzeel samen te voegen met een andere gemeente. Maar de gemeente zelf ziet dat nog niet gebeuren. Zelfstandigheid staat hoog in het vaandel. Ik zou het liefst zelfstandig willen blijven. En een attractiepark voor katten, de Apeldoorner Nando de Croon, ziet het al helemaal voor zich. Wij beleven iets in een attractiepark, waarom kunnen dieren ook niet iets beleven? Precies 25 jaar na de hoogwaterperiode in 1995 staan de uiterwaarden in Gelderland weer onder water. En dit keer is het niet dreigend of gevaarlijk. Het levert eigenlijk vooral mooie plaatjes op. En hier en daar zorgt het voor een beetje overlast. Zo worden in Nijmegen busroutes omgeleid, worden auto's weggesleept van lager gelegen kades. En in Tiel is het werk aan de Waalkade gestopt. Ook in Arnhem zorgt het stijgende water voor overlast. De gemeente heeft hier de kade afgesloten voor auto's. Als bewoners van de woonschepen hier hun boot willen verlaten, moeten ze dit keer niet de loopplank naar beneden nemen, maar naar boven klimmen, de kade op. Nou, het is wel klimmen voor u, mevrouw. Ja, het is wel een hele andere uitdaging dan normaal, inderdaad. En dit zijn beelden uit Tiel. Hoewel het water ook hier blijft stijgen, gaat de veerbaas ervan uit dat het veer naar Wamel ook morgen gewoon kan blijven varen. Hier zorgt het water voor heel andere problemen. Volgens de verwachtingen zal het water nog een halve meter gaan stijgen. En dat betekent hier in Tiel dat de werkzaamheden aan de kade zijn stilgelegd. Er kan niet meer gewerkt worden. Volgens de gemeente betekent het overigens niet dat die kade gevaar loopt door het stijgende water. Maar het is niet allemaal kommer en kwel. Twan Teunissen is boswachter in de Millingenwaard. Het natuurgebied stroomt in een mum van tijd onder water. Hij wijst op het grote aantal zilverreigers en andere vogels die van de hoge waterstand profiteren. En die staan er maar met één doel, namelijk eten, eten, eten. En het eten bestaat vervolgens uit muizen en mollen. Het hele gebied achter mij, dat was vorige week nog land, meters lager ook nog. Ja, daar woonden heel veel muizen en mollen. Die zijn gevlucht voor het water. Maar het kan ook goed zijn dat je dus in de bek van een reiger of een ander dier belandt. Het zijn drukke tijden voor de boswachter. De grote grazers in het natuurgebied worden scherp in de gaten gehouden of ze droog land kunnen bereiken. Speciaal neergelegde hooibalen moeten de dieren naar hoger land lokken. En voor hazen, reeën, steenmatters en andere kleine dieren is de Millingenwaard nu afgesloten voor wandelaars en fietsers. En voor de veiligheid van die dieren, dat die niet het water ingedreven worden, sluiten we die af voor het publiek. Op overtredingen staan hoge boetes. Spelende kinderen hebben in Nunspeet een kistje gevonden met wapens. Het gaat om 4 wapens en munitie. Het kistje is gevonden in de bosjes. Hier, in de bosjes aan de Oosteinderweg in Nunspeet, zijn de kinderen maandag aan het graven. Diep onder de grond vinden ze een groene kist. Om de schat te openen vragen ze hulp aan een toevallige passant. Die maakt samen met de kinderen het kistje open. En als ze de wapens zien, is het flink schrikken. De politie is erbij gehaald en die hebben het kistje in beslag genomen. De politie laat weten dat er in dat kistje inderdaad 4 wapens zaten. 3 van die wapens waren nep en 1 is opgestuurd voor onderzoek. Wel zat er ook nog munitie in het kistje. En wat de herkomst van de wapens is, ja, de politie heeft geen idee. Buurtbewoners zijn ook geschrokken van de vondst van de wapens. Want op die plek, achter het trein van voormalig autobedrijf Witte, spelen veel kinderen. Ja, eigenlijk wel heel erg geschrokken ben ik, ja, ja. Ik moet er niet aan denken wat er allemaal gebeuren kan. Ja. Uw kinderen spelen daar ook? Ja, zeker. Ja, de jongste vooral, ja. Ja, die speelt daar wel met zijn vriendjes. Ja, bizar dat de kinderen niet eens meer normaal buiten kunnen spelen. En dat zulke gevaren op de loer liggen. Dus ja, bizar eigenlijk. De politie laat weten dat als het onderzoek naar de echtheid van het wapen is afgerond, ze gaan proberen te achterhalen waar de wapens vandaan komen. De gemeente Scherpenzeel krijgt tot de zomer de tijd om orde op zaken te stellen. Anders dwingt de provincie de gemeente om te gaan fuseren met een omliggende gemeente. De provincie Gelderland heeft grote zorgen over de financiën en de kwaliteit van de lokale bestuurders. Er is weinig vertrouwen en daarom zijn er al gesprekken gestart met de omliggende gemeente om te kijken of er een fusie mogelijk is. En we starten nu alvast met de voorverkenning en dat zegt ook iets welk vertrouwen wij daarin hebben. De gemeente Scherpenzeel wil alles op alles zetten om toch te proberen zelfstandig te blijven. En hoopt dat de komende maanden te kunnen laten zien. Ik denk zeker dat we een eerste stap gezet hebben om dat vertrouwen terug te winnen. De provincie heeft daar een hard hoofd in.
Ik geef u niet voor niks aan dat er vraagstukken zijn al meerdere jaren op het gebied van financiën, op het gebied van de bestuurskracht. En dan moet je op die treinen die ik net noemde, moet je gewoon er kunnen staan. Wij hadden veel liever gehad dat de provincie had gezegd van Scherpenzeel, vanaf nu gaan we weer vol inzetten op zelfstandigheid. Aan de andere kant, je moet ook wel begrip hebben voor de situatie waarin de provincie op dit moment verkeert. Fuseren of niet, het is afwachten. Er wordt gekeken naar een fusie met de naastliggende gemeente Renswoude. Dat valt onder de provincie Utrecht. Of de Gelderse gemeente Barneveld. Renswoude heeft ons al een keer de duim om gedaan, dus daar heb ik niet zoveel mee. Nou, ik denk dat het beter is als ze gaan fuseren. En waarom dan? Nou, ik denk dat er in Barneveld meer expertise en meer kennis zit. Ik zou het liefst zelfstandig willen blijven. Laten we maar zelfstandig blijven. Lijkt me het beste. Natuurlijk zijn wij in Scherpenzeel hier de klokkendieven en Renswoude de kraaien. Dus ik weet niet of dat echt lekker gaat matchen. Dus ik zou zeggen Barneveld. De pluimveesector in de Tweede Wereldoorlog. In Barneveld is een expositie te zien over kippen en kippenboeren in bezettingstijd en daarna. De Barneveldse kip, dit is nu letterlijk een ondergedoken kip. De gemeenteraad van West Maas en Waal is geschokt door de tv-uitzending van Zembla over mogelijke illegale stort van granuliet in de gemeente. De top van Rijkswaterstaat zou dat hebben toegestaan. Zembla onthulde dat de top van Rijkswaterstaat druk zou hebben uitgeoefend op ambtenaren om granuliet te kwalificeren als grond en niet als bouwafval. De gemeenteraadsvergadering werd gisteravond onderbroken om op een groot scherm naar de uitzending van het tv-programma te kijken. Granuliet wordt gebruikt om de plas over de Maas bij Dreumel minder diep te maken. West Maas en Waal wil dat de minister het storten van granuliet stopt tot er meer duidelijkheid is over de mogelijke milieuschade. Een 27-jarige man uit Sint Maarten is door de rechtbank veroordeeld tot 7 jaar cel en TBS voor poging tot doodslag en verkrachting van een 68-jarige vrouw in Arnhem. Het incident vond plaats op de eerste kerstdag in 2018 aan de Roosendaalse weg in Arnhem. Daar pakte de man het slachtoffer van achter beet en bedreigde haar met een mes. De vrouw werd in de bosjes mishandeld en bijna gewurgd met de capuchon van haar jas. Ze raakte daardoor zwaar gewond. Volgens de rechtbank is de man verminderd toerekeningsvatbaar en heeft hij een ernstige cocaïneverslaving en een alcoholverslaving. De vrouw krijgt 30.000 euro schadevergoeding van de dader. En het evenement Into the Fik is gisteravond in Nijmegen van start gegaan. BNN-VARA-presentatrice Emma Wortelboer maakte al vuurspuwend het kampvuur aan. Ja, het leek even te mislukken, maar daar waren dan toch de vlammen. 75 uur lang zijn er rondom het kampvuur presentaties, discussies en muzikale optredens. Into the Fik is onderdeel van het Free Future Festival, waarmee 75 jaar vrijheid gevierd wordt. Het festival duurt nog tot en met zondag. Wat begon als een grap, werd uiteindelijk toch een serieus idee. Nando de Kroon uit Apeldoorn ontwierp een attractiepark voor katten. Een jaar lang werkte hij eraan en nu is een ontwerp voor Catland klaar. Kattenfilmpjes op YouTube. Nando uit Apeldoorn keek er eindeloos naar. En toen kwam hij op een idee. Een attractiepark voor katten. En ik dacht ook, ja, dit idee bestaat natuurlijk al. Dus ik ging zoeken en toen is helemaal nog niemand. Ik ben de eerste die dat gaat doen. Allereerst hebben we de horrorkas. En die speelt heel erg in op de angst die katten hebben voor komkommers. Dat is een bekend fenomeen op internet. Gezichten in de komkommers, angstgezichten, bekende gezichten, het masker van Scream, de film. Hierbovenin hebben we de woonkamer. Dat speelt heel erg in op de liefde die katten hebben om lekker in een doos te gaan zitten. Al die lege dozen in de woonkamer neergezet. En dat vormt een draaimolen. Maar er zijn natuurlijk wel beperkingen. Katten gaan niet in een achtbaan zitten met een beugel om, dan raken ze in paniek. Leuk ander feitje is ook, als wij naar een attractiepark gaan en we gaan heel lang in de wachtrij staan. Nou, katten hebben daar geen last van. Katten gaan namelijk niet in de wachtrij staan. Nando weet dit, maar zelf heeft hij helemaal geen kat. Ik had een kat, maar deze ruimte is te klein en mag ik helaas geen kat hebben. Volgens Nando is zijn kattenpretpark een gat in de markt. We hebben kattencafés, we hebben kattenhotels. Wij beleven iets in een attractiepark. Waarom kunnen dieren ook niet iets beleven? Of het kattenpretpark er ook echt komt, is nog de vraag. De plannen zijn er en het idee is er, de mindset is er. Dus ze mogen me bellen voor iedereen die interesse heeft om dit te gaan maken. Ja.
Het is schrobben, schrobben en nog eens schrobben geblazen voor de legerclub in Voorthuizen. Vorige week stond de loods met een hele verzameling aan attributen en voertuigen in brand. De schade aan de collectie is groot. Ik denk dat hier voor een aantal mensen voor 30 jaar aan levenswerk in zit. Maar ook voor de nieuwe leden. We hebben een paar jongens die zijn pas 5, 6 jaar lid. Die kwamen hier huilend het terrein op. De rookgeur is een week na de brand nog altijd sterk aanwezig. De loods is door de gemeente afgeschreven en dus is de club met spoed op zoek naar een nieuwe opslag. Naast de spullen die we hebben, wordt dat een heel groot probleem. Want we zoeken toch een locatie van toch 400, 450 vierkante meter vloeroppervlak. Dat moet wel op redelijk korte termijn tussen nu en pak een beet. Een maand, anderhalve maand moet dat wel, moeten wij hier wel denk ik wel uit en weg. En dan moeten we een andere locatie hebben. Er is nu een tijdelijke opslag, maar die is veel te klein voor alle spullen. Om alles zo snel mogelijk te redden, blijven sommige leden zelfs in de tijdelijke opslag slapen. Zonder verwarming en in de rooklucht. We zijn hier in de tijdelijke opslag. En dan lopen hier langs wat veldbedden van mensen die hier gisteravond al waren. Omdat ze enthousiast waren om vandaag al gelijk vroeg te beginnen met schoonmaken. Hoe gek het ook klinkt, het helpt weer juist om een soort saamhorigheid te kweken. Ja, je staat ergens voor een taak en dat gaan we gewoon uitvoeren. De Tweede Wereldoorlog en de pluimveesector. Dat is een combinatie die opmerkelijke verhalen oplevert. Het Nederlands Pluimveemuseum heeft er een hele expositie over. Oorlog in het kippenhok. Bijzondere zaken in de pluimveesector vlak voor en direct na de oorlog en tijdens de bezetting. Zoals de ondergedoken kip. Nou, dit is hem dan. Hè? De Barneveldse kip. Dit is nu letterlijk een ondergedoken kip. Althans toen tijdens de Duitse bezetting. Door de oorlog was er nauwelijks kippenvoer. Dat was destijds een fokker al voor de oorlog. En die dacht dat door dat zeer beperkt beschikbaar stellen van pluimveevoer, dat zijn ras eigenlijk met uitsterven bedreigd werd. En die heeft daar eigenlijk bijna letterlijk een toompje Barneveldse kippen laten onderduiken. Zo wordt het wereldberoemde Barneveldse ras voor uitsterven behoed. Tegelijkertijd leggen massa's andere kippen het loodje. Die tijd werd al wat voer zo gedecimeerd dat men uit noodzaak de kippen dan maar slachten. Miljoenen kippen zijn er afgemaakt. Er zijn heel veel in Duitsland. Kippenhokken worden ook voor iets heel anders gebruikt. Verzetstrijders zijn er ondergedoken. Mensen die zich onttrokken aan de arbeidseinsat. Joden. Dus ze hebben zeker een aantal mensen het leven gered. Daar ben ik van overtuigd. De lege kippenhokken krijgen ook een andere functie. Tijdens de oorlog al werden heel veel van die kippenhokken gebruikt als vakantiehuisje. En daar zijn ze na de oorlog nog heel lang mee doorgegaan, tot in de jaren 60. Door de kippenmalaise in de oorlog gaat de hele toeleveringsindustrie in de pluimveesector andere dingen maken. Zoals karbietlampen, houten speelgoed en bezems. Direct na de oorlog hergebruiken de bevrijde veluwnaren de duizenden Duitse helmen in de huishouding. En dat deden ze bij de HEMA. Daar kon je helm inleveren en dan werd er gevraagd, wat moet het worden? En de een zei, maak er maar een figiet van. En de ander zei, doe mij maar een pool. Want ik heb scheid aan die Duitsers. Zijn we toe aan het weer. We horen het van Weerplaza. Het was vandaag een prachtig dag met veel zon en vanmiddag 8 graden. Het gaat helaas veranderen. In de loop van de avond en vannacht neemt de bewolking vanuit het westen toe. De temperatuur daalt naar 1 tot 3 graden. En de wind waait vanuit het zuidoosten zwak tot matig in onze provincie. Morgen overwegend veel bewolking. De ochtenduren zijn nog droog en misschien dat we een streepje zon zien. In de middag is het soms druilerig bij een temperatuur van 9 of 10 graden en een matige zuidwestelijke wind. Zondag is het weer anders. Dan verwacht ik meer regen, mogelijk op een enkele plaats 20 mm. Het wordt dus een natte dag. En wat opvalt is de wind. Het waait stevig vanuit het zuidwesten, windkracht 7. Dat is behoorlijk hard. En hinderlijk zijn de zeer zware windstoten. Vooral in de middag en avond is het oppassen geblazen. 120 km per uur kan de wind uitschieten. Daarna blijft de wind flink doorwaaien vanuit het westen. En is het wisselvallig met middags 7 tot 8 graden. En dit was het Gelders Nieuws. Op onze site onder meer een verhaal over een bijtende hond in Arnhem. Burgemeester Marcouche wilde het beest laten herplaatsen of laten inslapen. Maar de rechter heeft geoordeeld dat de burgemeester daartoe niet bevoegd is. U leest het op gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond.